Goedemiddag, welkom allemaal bij dit webinar van de Academie van de Rechtspraktijk. We zitten hier in restaurant Tilia in Etten-Leur. Prachtige omgeving. Ik kijk hier enorm naar uit. Ik zit hier met Els de Wint, Herman van der Meer. Els de Wint is partner bij Van Doornen op het gebied van het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht. Herman van der Meer is senior raadsheer bij het Hof Amsterdam, appellenkamer, arbeidszaken. Mijn naam is Eugenie Nunes, ik ben partner bij Dentons, ook op het gebied van arbeidsrecht. En wij gaan eigenlijk vandaag in deze prachtige omgeving een debat aan over verschillende stellingen op het gebied van arbeidsrecht. Ik stel voor dat we de kick-off doen met de vraag hoe het Nederlandse arbeidsrecht in de huidige wereld staat en zich verhoudt tot het bedrijfsleven, de buitenlandse visie erop en ook eigenlijk gewoon de Nederlandse praktijk van welke aspecten lenen zich nou eigenlijk voor verbetering. Nou, we hebben natuurlijk al even met elkaar gesproken en bedacht welke stellingen interessant zijn en dan komen we eigenlijk aan mijn favoriete uitgangspunt, ja, dat eigenlijk de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat de beëindiging daarvan in Nederland eigenlijk misschien wel eens zou moeten wijzigen. Omdat het in algemene zin wordt ervaren als te star. Ja, tegenwoordig. Ja, keuze van de wetgever. Ja, precies. En keuze van de sociale partners, want de WWZ is natuurlijk niet op ministerie geboren, hè, maar de grondslag ligt bij een akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Ja, dan krijg je per definitie een onderhandelings- een polderproduct en niet per se een goed systeem. En dat zien we natuurlijk ook wel weer. Maar als we nou even terug gaan naar het tot stand komen van zo'n systeem, hè, want dat is natuurlijk de basis wat je zegt. Is er nou een manier denkbaar dat je eigenlijk tot een eindresultaat komt wat niet zozeer een resultaat is van het polderen? Kijk, ik ben altijd benieuwd of we nou niet tot iets kunnen komen dat we op een gegeven moment zeggen, oké, laten we nou eens met wat meer afstand kijken naar het Nederlandse arbeidsrecht, de wijze van beëindiging. Je ziet in de huidige praktijk dat er wordt gekeken naar de flexibele arbeidsrelaties, om die wat strikter te maken, meer bescherming te bieden, om te zorgen dat niet men in de plaats van de onbepaalde tijdcontract gaat naar de flexibele vorm en men veel bescherming verliest. Maar zou het nou ook niet interessant zijn om te kijken van hoe kunnen we nou die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd iets flexibeler maken, waardoor het ook voor werkgevers een veel interessantere optie wordt dan het soms nu is? Maar daar komen we in feite vandaan, hè? Ja. De oude 685 procedure, daar ben ik mee groot gegroeid. Dat was een prachtig systeem. Je kon gewoon werkgever, werknemer onderhandelen. En had je niet zo'n goede zaak, nou, dan betaalde je wat meer als werkgever. En dan uiteindelijk kreeg je een overeenstemming naar tevredenheid van beide partijen. Ik mis dat enorm nu met de nieuwe regelingen. Die flexibele procedure. Dat zou toch aan jouw wens tegemoetkomen voor een groot deel. Terug ook, naar de maar oude. Toen was het te duur. Toen was het te duur, maar goed, de wijziging van de WWZ is natuurlijk ingegeven door kritiek vanuit, zeg maar, terechte kritiek, denk ik. Terechte kritiek. Want de kantoorgersformule is natuurlijk, vindt zijn oorsprong in 1996. Ja. En is toen bedoeld om meer eenheid te brengen onder kantonrechters, omdat ten zuiden van de grote rivieren, waar we nu zijn, zag het recht er toch wat een beetje anders uit dan ten noorden van de grote rivieren, om maar zijn grote lijn te pakken. Maar je kan die formule aanpassen. Die is aangepast natuurlijk op een gegeven moment. In 2007, uit mijn hoofd gezegd, is die versoberd. Toen kwam net op het moment dat de Lehman Brothers viel. Net huidige recht. Ja, je zou weer terug kunnen gaan naar dat systeem. Nou, een soort correctiefactor. Ja, correctiefactor. Dat is een heel belangrijke factor natuurlijk, dat met de WWZ is ook het hoger beroep geïntroduceerd. Ja. En de vraag is natuurlijk of je dat dan wil houden. Nou als hoveling zeg ik, wij doen nuttig werk. Ja, maar was het ook niet zo dat doordat het recht zoals het er was, dat eigenlijk veel vaker
we helemaal niet toekwamen aan een ontbindingsbeschikking. Ja. En dat je een soort dynamiek zeker, had zeker. Door het indienen van een stuk. Dat de emotie tussen partijen anders wordt. Dat je een zitting hebt waarbij een rechter mensen diep in de ogen kijkt en zegt van... Wilt u wel verder met elkaar? Hmm. Vaak loste zich natuurlijk al in dat stadium op. En dat mechanisme van de communicatie tussen partijen... dat het zich in onderling overleg oplost, die is wat weg. Nou, die is wat weg, die is weg. Want eigenlijk zit het zwaartepunt wat dat betreft. Ja. Maar dat is de prijs die de werkgevers hebben, kennelijk willen betalen... dat ontslag... Kijk, de kritiek onder de oude 685 was... Sommige kantonrechters gaan veel te makkelijk mee in een ontslagdossier. En dan wordt er geld betaald, afgetikt, klaar. En dat werd ervaren door werknemers en werknemersorganisaties van een onrechtvaardig ontslag wordt in Nederland niet tegengehouden. Dus dat moest strenger worden. Dat is de concessie die bij de WWZ is gedaan. Werkgevers zeiden, ja, waarom moet ik bij iemand die makkelijk een andere baan vindt toch nog de hoofdprijs betalen? Of iets wat erop lijkt. Dus de prijs moest naar beneden, maar het moest wel moeilijk worden. Ja, dat is gebeurd. Het is nu alleen zo lastig geworden dat sommige werkgevers er niet meer aan beginnen. Nou ja, ik vind het heel lastig om aan cliënten uit te leggen. Nou, als je met dit dossier naar de rechter gaat, dan gaat een ontbinding wel lukken. Dat is hartstikke moeilijk op dit moment. En de realiteit is natuurlijk ook dat een hoop bedrijven helemaal, zeker nu niet meer... zijn erop zijn ingericht om dat proces te managen op de manier waarop de rechter dat graag dossier wil. Opbouwen. Ja. Precies, met verslagen. Alles vastleggen. Ja. De realiteit is dat natuurlijk in een hoop bedrijven die bezetting al zodanig is uitgedund, dat het gewoon niet zo goed werkt. Maar de vraag is even of je, want waar nu het zwaartepunt is verschoven naar de vraag, moet het leiden tot een beëindiging? Ja. En dat verstart al helemaal aan het begin. Ik vind dat persoonlijk ook dat de verhoudingen onnodig verhard tussen partijen. Want je gaat natuurlijk echt veel harder in dan voorheen. En die werknemer weet het vaak, die denkt, kom maar op. Die ziet nu al aankomen dat de werkgever met een dossieropbouw bezig is. Precies. En omdat dat er vaak niet is. Roept al rechtsbijstand in en wordt daarin begeleid. Begeleid. Dat is nu de realiteit. Of meldt zich ziek. Of meldt zich ziek. Zo. Ja. Kunnen is niet altijd handig. Maar kijk, die kritiek kun je denk ik op de WWZ wel hebben. Dat er is gedacht en geregeld in termen van dit vinden wij beter. Maar er is veel te weinig in scenario's gedacht. Van welk scenario gaat zich nou ontrollen op de werkvloer als we de formele eisen voor een dysfunctionele ontslag gaan opschroeven? Ja, maar ook dat met is de bakker om de hoek. Om dat is dus heel interessant dat je dat zegt van dat er niet echt in scenario denken is gedacht. Maar mijn visie op de rechterlijke macht is dat ik soms de aansluiting mis bij wat het bedrijfsleven, hoe die dynamiek er is. En daar is waarschijnlijk in het kader van de opleiding nog wel steeds die verplichte stage denken in de advocatuur. Is dat inderdaad nog niet meer zo? Maar hoe bedoel je dit? Want rechters moeten de wet toepassen. Ik zou niet durven. Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar ik zou het niet durven. Maar ik... en ik bedoel het ook niet in de algemeenheid, maar soms denk ik wel eens van, dan wordt er wel heel erg gekeken naar de wettelijke bepaling en de vraag van hoe dat in de praktijk, waar stuur je mensen mee naar huis? Maar wij zijn, vroeger was de 685, de kantonrechter, was de portier van de nooduitgang. Ja, en je had een enorme vrijheid. Je ging naar die kantonrechter, je legde het hele ontslagrechtelijke pakketje, hoe dun of dik ook, op tafel. En de kantonrechter plakte daar een ontbindingstoestemming op en een prijskaart. Ja, en die kon schuiven met die vergoeding. En die kon schuiven met die vergoeding. Ja, dat was en dat fijn. Was de vertaling van de kwaliteit van de smaak van de zaak. Dat was die C-factor. Wij zijn nu in een heel andere rol terechtgekomen. Nu moeten wij, net als bij bestuursrecht en bij vergunningenrecht, je mag niet pragmatisch zijn. Je moet toetsen. Dat door de wetgever opgesteld. Dat is ons vak. Dat doen wij. En wij weten wel dat wij niet meer die probleemoplosser zijn. Maar weet je, dat is dan jouw probleem. Nee, maar en dan zeg ik, dan moet je gewoon even nog wat extra geld schuiven. Ja, maar soms is echt de sky the limit dan. Ja. Maar, dat is een kwestie van inschatting. Hè. Hoe is het voor rechters om die rol te hebben? Nou, ik had nog een voorvraag, want die hadden we zelf kunnen uitzoeken. Heeft die WWZ er nou toe geleid dat er minder zaken
bij de kantonrechter komen? Het grappige is dat toen de kantonrechtersformule kwam, kwamen er zo ongeveer 45.000 ontbindingen, waarvan toen ook al wel een stukje geregeld, maar veel minder dan daarna, jaarlijks bij de rechter. 45.000. En zo 45.000 bij, het wisselde wel een beetje, bij UWV, zoals dat nu heet. Toen kwam de kantonrechtersformule. Daarmee werd zoveel eenheid, rechtseenheid bevorderd, dat 10 jaar later waren het nog 4500. En bij het UWV? En bij het UWV zijn het, dat is veel meer conjunctuurgevoelig, omdat daar de reorganisaties vaak naartoe gingen. Dus daar zag je wel een schommeling. Dus de rechtseenheid heeft de gang naar de rechter enorm beperkt. Wat je nu zag natuurlijk bij de WWZ, wat een tamelijk slechte wet, wetstechnisch slechte wet, daar kun je het zo nog over hebben. Maar er waren heel veel open eindjes. Dus in het begin kreeg je best veel rechtszaken, omdat advocaten er niet uitkwamen. De rechtseenheid was er nog niet. Nou, je ziet ook, de hoven hebben het veel drukker met arbeidszaken gekregen, en de Hoge Raad trouwens ook, dan van tevoren door de wetgever was voorspeld. Die zei, nou, hoger beroep, cassatie misschien een paar procentjes. Ja. Nee. 40% van wat bij de rechtbank, bij de kantonrecht zit, komt in over. En dat was niet voorzien. En 40% gaat ook anders. Dus dat heeft ook, is een andere oplossing. Of een andere uitkomst. Dus dat heeft ook een zekere aanzuigende werking nog steeds in zich. Maar daarvan zeg ik wel, dat is wel weer een corrigerende factor. Want ja, als hoge beroepsrechter ga je regelmatig met een bepaald beeld van de zaak die zittingszaal in. En in toch wel aardig wat gevallen kantelt zo'n zaak door de behandeling op zitting. En dan kom je in je raadkamer en dan blijkt dat je het lang niet altijd helemaal met elkaar eens bent. Terwijl er maar één kantonrechter was, die heeft dat hele dilemma niet. Die heeft gewoon een keuze. Die kantonrechter kiest gewoon wel of niet toestaan. En in het hof ben je met z'n drieën en dat leidt dan vaak tot 3 verschillende meningen. Nou ja, en dan gaat het debat in de raadkamer soms nog wel wat scherper dan op zitting. Gaat dan door en dan komt er iets uit. Maar even terug naar jouw vraag, hè. Dat is wel lastig, want net als Herman zegt, die kantonrechters hebben een andere rol. Hè? Die moeten die wet toepassen. Dus veel minder flexibiliteit dan voorheen. Die pakken ze overigens niet allemaal. Hè? Nee, maar er staan nog veel in die oude WWZ-stap. Nou ja, dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Van hoe beweegt de rechter in die nieuwe dynamiek? Op een manier, weet je, uiteindelijk passen jullie de wet toe. Dat is natuurlijk helemaal hoe het is. Maar uiteindelijk ben je gewoon ook een professional, zeker, die op een gegeven moment een invulling wil geven aan zijn vak op een manier waarop hij het goed vindt. Ja. En dan is de vraag van hoe gaat men met dat spanningsveld om, is naar jouw idee? Nou, ik denk zelf, wat ik net zei, dat er toch nog best wel veel kantonrechters zichzelf als probleemeigenaar in zo'n dossier schouwen. Ja, en het ook niet helemaal. En het willen oplossen. Ja. Terwijl hun positie in de wet eigenlijk in die zin veranderd is, dat ze niet meer de probleemoplosser zijn van vroeger, maar gewoon nu de toetser of de lat gehaald is. En dat is toch een andere rol. En daar zit een spanningsveld in. En niet per se een leukere rol, denk ik. Nee, zeker niet. Vooral niet, omdat natuurlijk ook nog het Hof meekijkt. Ja. En vernietigd worden door het Hof, ja, vindt men toch in het algemeen niet fijn. Zoals wij het niet fijn vinden dat we vernietigd worden door de Hoograad. Ja. Dus daar zit een soort collegiale, professionele, intrinsieke spanning in die relaties die al te frivol problemen oplossen buiten de grenzen van het recht, de grenzen van de wet, eigenlijk wel een beetje tegenhouden. Ja. Maar die rol is ons, door de wetgever, die wij natuurlijk Qua positie zeer respecteren. Het is geen keuze. Nee, het is geen keuze. Maar dan gaan we weer even terug naar waar we het over hadden, zeg maar, de onbepaalde tijd overeenkomst. De wijze van beëindiging zoals die nu in de wet is voorzien. Zouden jullie er nou voor willen pleiten, even vanuitgaande dat werkgevers en werknemersorganisaties langs die weg zouden gaan denken, om een wijze van beëindiging te hebben die überhaupt anders is, die bijvoorbeeld vergelijkbaar is met het Engelse systeem, waar je op kunt zeggen en waar je op een gegeven moment vertaalt het zich in geld als er een unfair dismissal is. Is dat een systeem? Maar dat is al die jaren hebben we daar nooit van afgewild, hè? De bescherming. Zou het een oplossing kunnen zijn voor de benadering van werkgevers van de huidige arbeidsmarkt, dat ze niet meer zo krampachtig zoeken naar een flexibele vorm en maar eerder zeggen van oké, ik ga
voor de onbepaalde tijd variant? Of is het voor Nederland nog een brug te ver? Dat willen we, maar die ontwikkeling zien we toch niet? Dat willen we toch? Dat is toch deel van... Nou, ik zie eigenlijk twee ontwikkelingen. Je ziet het spanningsveld tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. En daar wil de werknemerorganisatie instemmen met een afschaffing van de preventieve toets. Gaat daar een stevige prijs voor betaald moeten worden. En we gaan echt niet een polderoplossing krijgen die er Engels uitziet. Of Brits uitziet. Maar wat zou die prijs dan moeten zijn? Ja, dat is een hoge, want ze zullen er niet snel, wat je net ook zegt, niet snel vanaf willen. Dus in ieder geval een aanmerkelijk hogere ontslagvergoeding, plus misschien ook nog een vernietigingsmogelijkheid door de rechter, als het bijvoorbeeld een discriminator of anderszins onaanvaardbaar is. Is dat overwogen eigenlijk destijds, toen we de WWZ kregen? Is dat overwogen deze mogelijkheid? Nee. Want de WWZ is gebaseerd op een overeenstemming die, laat ik maar zeggen, in een conferentieoord tussen werknemers en werknemersorganisaties is bereikt. En je ziet ook dat daarna de Vaan met allerlei hele goede vragen is gekomen. Maar ja, dat kabinet hield zichzelf. Daar zaten werkgevers- en werknemersvriendelijke partijen met elkaar in één kabinet. Ja. En die hielden elkaar in een ijzeren hebben nu, En er mocht geen letter veranderd worden. Want ja, de VVD was tegen elke werkgeversvriendelijke of werknemersvriendelijke verandering. En andersom. En bovendien, wat je daar straks al aangaf. Hè, de WVZ werd ingegeven door maak het ook wat goedkoper. Hè? Ja. Ja. En dat de variant die ik nu noem, die draagt daar niet aan bij. Nee, die wordt dan weer duurder. Nee, maar bovendien is het nu ook zo dat die transitievergoeding, die hakt er natuurlijk wel in. Wat je nu ziet, hè, dat de WVZ heeft georganiseerd dat die transitievergoeding, het is niet zo'n hoog bedrag, maar wel iedereen moet betalen. Ja, dat klopt. En dat was vroeger natuurlijk toch veel minder. Ja. Dat er gingen ook een heleboel mensen gewoon weg. Omdat ze het zat waren en die hadden geen zin in rechtszaken. Ja, natuurlijk als je nog steeds als je weggaat. Maar nu weet men, als de werkgever jou wil opzeggen, dan krijg je ook nog een leuk zak geld. Ja. Nee. Ja. Zeker als je wat langer ergens werkt. Ja. De tweede, en volgens mij zou daar veel meer op over nagedacht kunnen worden. De demografische ontwikkeling. Ja. Dat je eigenlijk nu ziet dat voor een beetje goed betaalde baan kun je de hoeveelheid mensen die je wil hebben niet krijgen. Nee. Dus er zit een enorme druk op die arbeidsmarkt in de zin van je moet personeel verleiden om te komen en je moet ze pleasen om ze binnen te halen. Ja. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er een idee is om, ik geloof, Egypte, Marokko en Tunesië. Ja. Dat we daar een regeling mee gaan sluiten. Dat we daar de talent, ik weet niet, dat is nog niet gedefinieerd, maar getalenteerde mensen hier naartoe halen. Maar dan moeten we natuurlijk zorgen dat of dit tijdelijk is, maar als het langer dan tijdelijk is, dan moeten we daar aan ontwikkelingshulp gaan doen. Want anders, dan halen we die landen leeg, zou ik maar zeggen, met talent. Dit is hetzelfde maar, als de jaren 60, 70. Precies. Ja, Portugezen en Spanjaarden waren daar dat. Daar begon het mee. Maar kijk, dat is natuurlijk heel veel over te zeggen, zeg maar, hoe dat de bezetting. Kijk, als je gaat in het gemiddelde restaurant, het eerste wat je ziet als je binnenkomt, is een oproep voor personeel. Ja. Hè? Alle auto's op de weg, collega's gezocht. Ja. En dat zijn natuurlijk allerlei categorieën beroepen waarin mensen redelijk sneller kunnen worden geplaatst. Nee, maar die arbeidsmarkt die nu, wat jij zegt, dat is voor het eerst sinds 70 jaar geloof ik. Dat die zo is, dus dat verandert de discussie wel. Ja, dus je zou kunnen zeggen, je hebt geen bescherming tegen ontslag meer nodig, maar je hebt bescherming tegen een apart onrechtvaardig ontslag nodig. Ja, misschien wel. Je wil niet dat de MeToo-beschuldiging, om maar eens wat te noemen, ongezien blijft. Ja, iemand wordt zwanger en dat de werkelijke reden voor ontslag zou kunnen zijn en dat we dat in Nederland goed vinden. Ja. Dat willen we ook niet. Dus er moet een sluitstuk. Dan gaan we nog verder dan jij eigenlijk wil. Nou ja, interessant. Het moet gewoon betaald worden, hè? Ja. Als jij iets wil wat de ander niet wil, dan kan er gewoon een prijs voor zijn. Ja. En die prijs heet dan nu transitievergoeding. Maar het mooiste zou zijn als we alle elementen op een gegeven moment samen kunnen laten komen die bijdragen aan het vervullen van vacatures, de werkgelegenheid, bescherming van werknemers. En een juiste balans tussen. Maar dan doen we het werk weer over. Hè? Dan krijgen we weer een wetswijziging, een systeemwijziging. Maar dat is never a dull moment, zou ik zeggen. Nee. Maar ik weet wel dat ik loop nu 40 jaar mee ongeveer. Het is een keer of 20 of misschien 15 geprobeerd en een keer of 3 gelukt. Ja. Ja. Nou. We gaan het oplossen. Nou, we gaan het misschien wel oplossen. Maar ik niet hoop vandaag. Vandaag niet. Maar in ieder geval heel interessant om hier met elkaar van gedachten over te wisselen.
En te kijken van wat is er nog meer mogelijk in de toekomst. En we gaan het zien. Dank zover. We nemen een klein hapje tussendoor. En dan pakken we zo de draad weer op. Ja. Nou, we hebben net genoten van een verrukkelijk voorgerecht. Ik moet zeggen dat dat echt genieten is. Herman, ik geef jou graag het woord om jouw stelling toe te lichten. En dan gaan we graag weer in want de plat. Ik ga iets doen wat eigenlijk helemaal niet hoort. Hè? Oh. Namelijk het gesprek ongemakkelijk maken. Oh, leuk. Dat vinden wij leuk. Try us. Ja, want kijk, wat wij zien in de rechtszaal, ook in hoger beroep, en ik denk wel zelfs in hoger beroep, omdat het procesrecht in arbeidszaken in hoger beroep echt zeer gecompliceerd is geworden door de WWZ. Na invoering van de WWZ ben ik gaan turven hoeveel beroepsfouten ik van advocaten tegenkwam in de dossiers die langskwamen. Per zaak, hè, dus niet per advocaat, maar per zaak, was het toen wel 70%. Inmiddels zitten we op rond de 35-40%. Wat bedoel je met 70%? Beroepsfouten. Oh. Onderweg tegen kom je een dossier tegen. Mm-hmm. Want ja, mijn stelling is dus, als je te weinig procedeert, je hebt het prerogatief hè, als advocaat om als enige bij een hof te mogen procederen, maar je moet het wel wat vaker doen. Want we zien hier nu ook laat ik maar zeggen, gerenommeerde advocaten soms op een procesrechtelijk punt hard te onderuit gaan. En niet ontvankelijkheid bij een hof is toch niet iets waar je vrolijk van wordt. Uw vordering is niet toewijsbaar. En Herman, heb je een soort top 5? Van dingen die je tegenkomt? Ja, kijk, eerst is in artikel 683 lid 3 van boek 7... wat het hof wel kan en wat het hof niet kan. Daar begint het eigenlijk. Maar niet ontvankelijkheid vind ik wel ernstig. Ja, dat is maar die beroepsfouten zijn bijvoorbeeld ook. Ja, u heeft iets gevorderd. Wat niet toewijsbaar is, dat is dan niet ontvankelijk. Maar waarom heeft u het nou zo geformuleerd? Dit is gewoon eigenlijk een verkeerde formulering. Maar ja, wij zijn eraan gebonden. Wij mogen niet, behalve in kort geding, wij mogen niet buiten wat u gevorderd hebt. Mm-hmm. Maar u heeft allemaal dingen overgeslagen, bent u vergeten. U vraagt dingen die, waar we niet aan toe gaan komen. Hoe ver ga je dan eigenlijk? Vraag ik wel eens af. Ik heb gisteren op cursus nog... Hoe ver ga je met hints geven? Wat het verschil is tussen primair en subsidiair en primair en secundair. Okay. Dat is, In het procesrecht. Maar hoe ver ga je als zeker bij een hoger beroep, ja, hè, met tips geven? Op zitting? Ja. Nee, niet. Niet? Helemaal niet? Nee, want je staat... Nou kijk, die advocaten staan daar toch... Wij horen wel hè, dat gewoon werknemers... die moeten 20, 30, 40.000 euro aftikken om daar te komen. Maar ook werkgevers en vaak nog veel meer. En ook werkgeversadvocaten doen het met regelmaat niet goed. Want het is echt een vak... procederen. Hè? Nee, we hebben geen barrister en solicitor in Nederland, maar vroeger hadden we natuurlijk wel de procureur die dan geacht werd het procesrecht goed te kennen. Ja. Maar nu zien we toch wel dat procesrecht vaak killing is. Voor de maar zaak. Zie je dat na de WWZ? Want we hadden het eerder geworden, vandaag ja, over die fijne 685 procedure die we terug willen, maar daar was het natuurlijk, de bewijsrecht was daar natuurlijk niet van toepassing. Dat nu scheelt wel. Enorm. Is dat een van de... En de kantonrechter is gemiddeld genomen natuurlijk toch iets soepeler, iets makkelijker met procesrechtelijke foutjes. Hè. Denk maar aan het op het laatste moment nog inleveren van een cruciaal stuk dat je al 3 maanden in je dossier had zitten. Ja, dat mag van de Hoge Raad eigenlijk niet. En het aantal toch zaken doen. Dat naar de maar die gingen niet in hoge beroep. Je kon niet in hoge beroep beland en zeg maar de ontwikkeling... Daar, dus dat, en de gevoeligheid natuurlijk onderling, dat kantonrechters natuurlijk ook denken van, ik ben voorzichtiger, dan gaat het naar het hof. Maar goed, dat staat los van de rol van de advocaat. Maar even, je hebt nu dat hoger beroep. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, zie je dit met name... In de WWZ. Precies toch? Ja. Door de WWZ. Want een van de belangrijkste problemen is dat wij de beslissing van de kantonrechter niet mogen vernietigen. Ja. Dus de kantonrechter vernietigt een ontslag op staande voet. Het Hof vindt dat niet terecht. Maar het Hof mag dus niet dat ontslag op staande voet weer laten herleven. Wilco, we mogen alleen, we mogen een nieuwe beslissing nemen. En Wilco fietst daar dan nog dwars doorheen. Want de wetgever had eigenlijk bedoeld met dat vernietigingsverbod om de beslissing van de kantonrechter tot het Hof iets anders zou beslissen, in beginsel te respecteren. Maar Wilco fietst daar dan weer doorheen. Ja. Want Wilco zegt nee, met terugwerkende kracht toch geen loon over die hele periode. Dat is eigenlijk een soort correctie, omdat het toch
het strookte niet met de rechtvaardigheid van de situatie. Maar dat is op meer plekken in de WWZ natuurlijk wel een probleem. Ja, hè? Maar dan krijg je natuurlijk de correctie ergens. En ik moet zeggen, met dat vernietigingsverbod en de correctie door Wilco, dat ik kan me daar wel in vinden. Ja. Dan denk ik van ja, het is nou anders wel een bizarre uitkomst. Zeker, maar waar lijkt dat dan toe? Misschien is het goed om even voor de kijker dat je heel kort... Even dat de Wilco-beschikking uitlegt. Ja. Nou kijk, de kantonrechter... De casus is de kantonrechter vernietigd ten onrechte een ontslag op staande voet. Dat herleeft... Blijkt later. Vindt het Hof. Vindt het Hof. De Hoograad kan er weer anders over denken. Dat vindt het Hof. Het Hof kan dus niet die beslissing van de kantonrechter vernietigen. Zoals overal in het civiele recht gewoon kan. Je vernietigt gewoon de beslissing van het rechter in de eerste aanleg. Daar ben je voor. Mm-hmm. Mag niet, heeft de wetgever bedacht. Dus je moet een nieuwe beslissing nemen. Die nieuwe beslissing gaat dan over het loon, over de hele periode vanaf het ontslag op staande voet. En je moet een datum als hof, toch? Ja, datum, dat is niet zo'n probleem. Een datum dan voor de toekomst vaststellen. Maar het probleem zit hem erin dat er dus vanaf het moment dat de kantonrechter dat ontslag op staande voet vernietigd heeft, is er dus nog steeds een arbeidsovereenkomst. Ja. En die werknemer wilde echt werken. En dan kom je dus aan de toerekening van 628. En dan zegt Wilco, Hof Arnhem-Leeuwarden, gesolveerd door de Hoge Raad, dat mag. Dat je geen loon krijgt. De bedoeling van de WWZ-wetgever was, die eerste rechter die beslist, en dan kan de tweede rechter een nieuwe, andere beslissing nemen. Dit was mogelijk toch niet helemaal voorzien. Dat dus achteraf, hè? Want waar leidt Wilco toe? Mm-hmm. Dat die advocaat dus in het begin er niet alleen voor moet zorgen dat dat ontslag op staande voet vernietigd wordt door de kantonrechter, maar dat de kantonrechter ook de werkgever beveelt om die werknemer weer te laten werken. Want dan kom je aan 628 niet toe. Want dan is je arbeid vrij. Ja, maar dat dus een onmogelijke spagaat. Je dwingt het recht, zoals het nu is ingericht en uitgelegd, dwingt dus eigenlijk alle advocaten om in het begin van de procedure meteen toelating tot de arbeid te vormen. Ja, exact. Dus de prijs, laat ik maar zeggen, die je zegt te willen halen, wordt steeds hoger. Ja, maar en dat moet succesvol zijn. Maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk meestal niet. Toch? Nee, maar daar begin je. En dan moet je ook nog van de wetgever binnen 2 maanden die procedure zijn gestart. Ja. En er moeten ook alle argumenten in die procedure zitten. Want anders dan ben je te laat. Dus het is onnodig, complicerend en onnodig hoe het escaleert. En Herman, dan heb je ook wat uitzonderingen, hè, op het geen aanspraak hebben op loon. Hè. De Hoge Raad heeft ook een generieke en een specifieke fase 2 uitzondering, zoals dat heet. Hè, want je hebt zeg maar de fase van het ontslag op staande voet tot de aanvankelijke beschikking in eerste aanleg. En dan eerste aanleg tot de uitspraak van het Hof. Ja. Ja, dat zijn dan men onderscheidt dan de 2 fasen. En dan de derde is dan een soort generieke uitzondering die de Hoge Raad maakt. Die zegt van nou ja, tenzij het gedrag van de werknemer niet echt verwijtbaar was. Ik vind dat zelf een beetje een merkwaardig iets. Want dan denk ik van... Maar de eindconclusie was toch dat het ontslag... En wat ik een hele interessante vind, is dat er dan kan worden getoetst aan het procesgedrag van de werkgever. En dat vind ik ook vanuit strategisch belang als advocaat. Ja. Hè? En met name ook hoe je een cliënt adviseert wat te doen. Ja. Want daar kun je natuurlijk iets mee als advocaat. Dan is het de vraag, wie stelt wat? De werkgever dan wel de werknemer wat betreft die uitzonderingssituaties? Want daar zijn, hè, als ik het zo zie, zijn er 2 leren in. Hè? De een zegt van de werkgever, die moet maar aantonen dat dat er geen uitzondering is en dat hij geen loondoorbetalingsverplichting heeft. En de andere leer zegt, nee, het is aan de werknemer om te zeggen dat het niet uitzonderingen zich wel voordoen. En dan wordt de werkgever in de hoek geplaatst van de verdediging. Ja, kijk, ik denk dat het debat gaat natuurlijk dan in de eerste fase van de procedure daar nog helemaal niet over. Dat debat gaat alleen over de geldigheid van de dringende reden. En uit de omstandigheden die dan gesteld zijn, maakt een rechter, in dit geval een hof, op wat in dit debat dat jij net aanvoerde, wat daar eigenlijk de uitkomst is op die criteria. Maar er wordt dus ook op die positie eigenlijk helemaal niet echt gepleit en geschreven. Maar wie stelt moet dat bewijzen?
Ja, dat, maar daar... Nee, nee, heeft nee, toch... nee, dat is procesrechtelijk niet juist, denk ik. Dat wordt altijd, werd altijd wel geleerd. Maar wie iets moet stellen om te kunnen winnen, moet het bewijzen. Hè? Ja, ja, ja. Je hoeft niet meer te bewijzen dan je nodig hebt om te winnen. Precies. Bedoel je dat? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, en je kan best iets stellen wat jij eigenlijk helemaal niet nodig hebt, maar waarmee je iets toelicht over hoe het volgens jou gaat. Maar als jij het niet nodig hebt, hoef jij het niet te bewijzen. Maar de werkgever hoeft dus niet aan te tonen? Nee, het Hof ziet zich allereerst voor de vraag gesteld, was dit nou een terechte vernietiging van het ontslagbestaande boete of niet door de kantonrechter? En daar zijn allerlei feiten voor gesteld die dat zouden moeten, laat ik maar zeggen, beslissen. En het Hof blijft bij die feiten. Er wordt door partijen eigenlijk helemaal niet over die fase, op die fases ingegaan in de meeste dossiers. Wij maken daar zelf op basis van de gestelde feiten onze afweging. Mm-hmm. Dus dat is nog veel complexer. Maar dit is al, laat ik maar zeggen, wat jij aanhaalt, is al hogere wiskunde. Maar bij mij, mijn bezwaren zien al veel eer op een eerdere fase. U heeft iets gevorderd en dat zit niet goed in elkaar. Ja, ja, over het procederen als zodanig. Ja, procederen. Okay. En nou, kan ik mij voorstellen, Herman, dat je zegt van ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Want je wordt betaald als advocaat en dan moet je ook je werk goed doen, hè? Ook het proceswerk met name. Maar we hebben ook gezegd eerder met elkaar dat het allemaal heel ingewikkeld is geworden op de WWZ. Zeker. Dat doet ook een duit in het zakje, toch? Dus lees je regelmatig in uitspraken dat het Hof begrijpt het verzoek al dus. Ja. En dan komt iets heel anders. Nee, maar het is ook natuurlijk bij uitspraken. Dus je leest ook wel eens in uitspraken dat zo van... De advocaat van Eiser heeft kennelijk bedoeld te stellen. Ja. Dus jullie komen eigenlijk de advocatuur wel tegemoet. Tegemoet, maar zeg ik, kijk, we zijn nu 1 juli straks 7 jaar verder. Zeven jaar alweer. En, Het een kwartje wel vallen, wou je zeggen. Het houdt een keer ja, op. Ja. Als je een verklaring voor recht vraagt, dat is geen vernietiging. Nee. Dat zijn echt 2 verschillende dingen. En zo streng natuurlijk, als de Hoge Raad zegt, als je een beroep op een verjaring doet, moet je daarbij aangeven welke verjaring je bedoelt. Dus de lat wordt in andere zaken best hoog. En hier gaan we dingen vragen aan het Hof om dingen te doen waarvan in de wet heel eenvoudig te lezen is dat dat niet kan. Oké, maar houden we een keer mee. Ja, misschien willen we wel hetzelfde vragen, maar... Apeldoorn? Zou regelmatig gebeld moeten worden. Dat is de verzekering. Nou ja, even Apeldoorn bellen, die hè? Ja, even Apeldoorn bellen. Maar even, want als jij dit nu zegt, hè? je zegt het niet alleen namens het Hof. Ik denk dat je als ik algemeen. Niet namens het Hof. Nee, precies. Nee. Maar even, iemand vindt dit. Ja. Maar is er dan een manier dat de rechterlijke macht zegt tegen de advocatuur: jongens, alarm. We moeten hier wat aan doen. Daarom zit ik hier. Ik wou toevoegen, behalve dat jij dat hier zegt. Een dialoog? Is er een dialoog die... Nou ja, wat... Kijk, er zijn natuurlijk 2 dingen. De bewustwording. Nou, als maar genoeg mensen kijken, dan ontstaat... Mede dankzij dit webinar een zekere dynamiek. Ja. Of het onbewust onbekwaam oplost, weet ik niet. Want het is heel vaak onbewust. Ja, maar goed, ik vind toch dat elke advocaat moet streng zijn voor zichzelf. Ja, en wat betreft zijn niveau. Ja, ja, maar niet elke advocaat procedeert genoeg om de... Kijk, wij doen natuurlijk dat niet is anders. Niet waar, hè? Dat is niet waar. Ik durf te zeggen, maar ik heb de cijfers niet gezocht, maar dat veel advocaten, ik zeg het even voorzichtig, minder en minder procederen. Ja. Zie ik wel mezelf ook. Ja, ja oké. Okay. Maar dan heb jij nog een toevoeging. Jij gaat daar iets aan toevoegen? Nou want 2 dingen. Je kunt zeggen, kleinere kantoren procederen vaker. Even heel, heel high level. Kleinere klanten procederen vaker. Oké, dus dan zou je zeggen van nou, die hebben het misschien beter in de vingers. Maar, dan zeg ik ten nadele van de grote kantoren. Wij hebben bijvoorbeeld een fantastische procespraktijk. En ik zal je eerlijk zeggen, de keren dat ik procedeer, weet ik verdomd goed de weg naar de procescollega's te vinden. En dan zeg ik, joh, even, het zit toch zo, hè? Zeker door al die wijzigingen. Ja. Ja, doe ik dit goed? Zeker WWZ heb ik niet goed in de vingers, zeg ik eerlijk. Dus dan ga ik naar mijn procescollega's, zeg ik, zo zit het toch dit en dat. En hè, alle vragen die ik heb. Nee, maar kijk, dus dat is weer het voordeel van dat je in een groot... Dan procedeer je misschien minder, maar dus jouw boodschap gaat naar een heel breed palet...
Ja, ja, van zeker. Advocaten. Maar dat is een andere categorie. Als ik zo, ik bedoel het zeker niet onaardig. Nee, natuurlijk. Nee, maar jij het zegt, zijn, ja. Ik weet dat ik het niet helemaal weet. Ja. Maar dat voel ik wel aan, ja. Ja, maar een aantal keren op zitting confronteer je een advocaat met iets wat hij gewoon niet heeft zien aankomen. Maar ja, het staat wel in maar de wet. Maar even als ja, je het nou heel oplossing. Breed ziet. Een procesdiploma. Nou ja, zou je een soort, net zoals allerlei diensten tegenwoordig, met een soort... Certificering. Sterren? Ja, ISO dat 900. Dat, nee, maar dat je een soort sterrensysteem krijgt, nou ja, kijk, van voldoet of niet. Bij de Hoge Raad is dat natuurlijk al ingevoerd, hè, cassatieadvocaat. Mag niet iedereen. Vroeger was elke Haagse advocaat een cassatieadvocaat. Ja. Dat is natuurlijk al. En ja, de Hoge Raad zal daar niet voor niks om gevraagd hebben, omdat dat nodig was. In de medische wereld mag je alleen nog maar opereren als je ook een redelijk aantal van dat type operaties in de voorbije maar periode... Maar we hebben de PE-punten. Ja, ja, maar niet, maar die, dat kan van alles zijn. Nee, maar, dan hebben we het opgelost. Dan gaan we de PE-punten, dan moet proces... Juist. Proces, maar dan heb je de opleiding. Maar je moet niet alleen volgen, je moet een diploma hebben. Nee, exact. Maar dan gaat het dus ook om het daadwerkelijk procederen. Kijk, op zich... Ja. Weet je, dat, wat, het gaat om ook. De action uiteindelijk ook. Ja, maar dan krijg je een tweede. Maar je moet wel ergens leren. Begin met de opleiding. Maar dan, raken we een heel ander punt. Is het nog wel zo dat, het is heel gevaarlijk misschien wat ik zeg, ieder lid van de balie, ieder lid van de orde, is hij nog wel gerechtigd om te procederen? Dat nou, ik denk dat je een aantal zou moeten zeggen, je moet in ieder geval aantonen dat je een aantal vlieguren maakt op het gebied van... Ja, maar dat wil niet zeggen dat Herman niet geconfronteerd wordt met... Nee, maar dat je daarna een soort... Dan krijg je een soort correctie, net zoiets als een piloot bij wijze van spreken. Maar je kan er ook kantoorpolicy van maken. Dat je, ja, is misschien ingewikkeld. Ik kom natuurlijk als bestuurder, of ex-bestuurder moet ik zeggen, uit de rechtspraak. Meer dan 20 jaar. Maar mijn ervaring was dat veel mensen waarvan ik dacht... Een bepaalde cursus zou jou goed doen. Ja, die cursus vonden ze niet nodig. En die gingen ze niet doen. Nee. En als je datzelfde bij advocaten ook hebt. Dan zeg je, ja, er worden zoveel cursussen procesrechtgever. Als je regelmatig procedeert, waarom heb je dat dan niet gedaan? Nou ja, maar je zou zeggen, als je zaken maar verliest, zou je moeten begrijpen dat je misschien iets aan je proces hebt. Ja, maar je zou met je PE-punten kunnen zeggen als orde. Zoveel punten moet je hebben op het gebied van procesrecht. Ik vind dat eigenlijk ongeacht het rechtsgebied. Ja. Hè, want het is... Dan moet je in ieder geval die cursus om advocaat te kunnen blijven. Ja. En dat je daarnaast gewoon eens in zoveel tijd ook als meer ervaren advocaat moet zeggen van zoveel uur heb ik daadwerkelijk geprocedeerd. En dat daar ergens een... Kijk, je kunt dan niet iemand uitsluiten, want het hoort natuurlijk ook bij je praktijk dat je in ieder geval moet kunnen dreigen met procederen. Ja. Dat, ook al doe je het uiteindelijk niet. Maar daar is... Kijk, binnen zo'n groot kantoor, wat Els heeft, dat hebben wij ook. We hebben echt hele goede mensen op litigation, die procespraktijk. Nou, die raadpleeg je, dat is natuurlijk echt je eigen verantwoordelijkheid, ja, vind ik als advocaat. Ja, dat je echt te raden gaat van waar en hoe lang je ook advocaat bent. Wij hebben denk ik allebei wel eens dat je van iets denkt van, ik weet het allemaal niet precies. Nee, daar moet ik wel even maar wat Herman zegt, gaan lezen. Het begint ermee dat je de gaten hebt. Ja, ja oké. Okay. Maar eens, advies nodig hebt, maar dat... Dan is er kennelijk iets nodig om te zorgen dat die mensen die het bij zichzelf niet doorhebben, dat iemand anders het zegt. En dat is opleiding. Ja. Ja. Dus het is, en tegelijkertijd moet je denken als groot kantoor, als je proceservaring wil laten opdoen door stagiaires bij kleinere zaken, dat je dan toch zoekt naar een soort samenwerking. Dat gebeurt al, hè? Dat exact. Dat zien wij, dan zien we mensen van grote kantoren met een klein zaakje komen. Dus daar zijn wij ook mee bezig, zeg maar, om dat meer te ontwikkelen. Maar dat houdt op zodra ze hun stageverklaring hebben. Nou ja, dat fenomeen. Klopt. Meestal, dat zeggen dat. Ja, dat maar goed, is ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat procederen op zich in de arbeidszaken, dat lastig de techniek technisch lastig. Meer van belang wordt. Ja, en lastig, omdat als advocaten steeds minder procederen, onderhol, dan wordt het ook lastig om dat in de vingers te krijgen. Zo is het nu helemaal. Hè? Als je weinig vlieguren maakt, is het lastiger. Je kunt die theorie wel leren, maar het is ook een kwestie van doen, denk ik. Maar wat is, jij, dit is jouw stelling, hè? Zeker. Dus dan, en wij denken graag in oplossingen. Partijen verliezen procedures hierdoor. Ja. Een kijk, de AG... De Bok heeft een keer in de conclusie voor de decorbeschikking uitgelegd dat je, als je een ontslag op staande voet als werkgever hebt gegeven, dat je dan niet een bewijsaanbod doet van de dringende reden.
dat je bij de G-grond niet een bewijsaanbod doet van de verstoorde verstandhouding. Dat zijn allemaal kwalificaties. Je doet een bewijsaanbod ten aanzien van de onderliggende feiten die betwist zijn. Exact. Nee, maar dit is maar één voorbeeld. Maar dit gaat legio gevallen mis. Oké. Maar dat is het betwiste feit. Dit is één van de elementen. Kijk, want we gaan dit onderwerp ook afronden. Maar het is... En het is, daarom is het ook goed jou aan tafel te hebben. Want als we alleen maar met advocaten zitten, dan zijn we natuurlijk geweldig. Hè? Ja, doen we het allemaal geweldig. Dus het kan nooit kwaad om kritisch naar jezelf te kijken. En ik hoop ook dat iedereen zijn beroepsethiek hoog in het vaandel houdt. Waar dit dan ook bij hoort. En hoe je zorgt dat het gewoon goed komt. Maar toch nog een laatste en vraag. En hoe ga je om met hem? Maar ik geloof dat we geen laatste vraag meer hebben. Maar misschien kunnen we jouw laatste vraag integreren in jouw... Stelling zo meteen. Moeilijk, maar we gaan het proberen. Maar anders wordt het toch onvermijdelijk dat we nog een sessie organiseren? Nee, ik denk dat ik een manier weet om dat te doen. Oké. Dan graag zo weer verder. Wij gaan er even tussenuit. Els. Ja. Nou, jouw paradepaardje, je lievelingsonderwerp. Dus dat is natuurlijk zeker iets wat we niet zomaar even voorbij laten gaan. Dus we gaan het hebben over de mobiele werknemer. De invloed van het toepasselijk recht. En wat gebeurt daar allemaal? En wat gebeurt er niet? Wat gebeurt er niet en wat zou er moeten gebeuren? Ja, mijn stokpaardje. Ik heb altijd eigenlijk me bezig gehouden met grensoverschrijdende arbeid. Zoals dat heet. Nee, maar dat zien we natuurlijk steeds meer. Hè. We hebben het al eens eerder over gehad. Ik denk ook dat je steeds meer zaken ziet, Herman. Zelfs zeker. Bij het Hof over grensoverschrijdende zaken. En mijn stelling, maar ik heb er later een beetje een vraag van gemaakt. Maar is de grensoverschrijdende werknemer nou, als je kijkt naar toepasselijk recht, voldoende beschermd? En ik heb daar een tweede vraag bij gezet. Zou het voor de werknemer makkelijker moeten zijn om het toepasselijke recht te vinden of van tevoren te weten? Nou, van tevoren weten is lastig, want even heel kort toepasselijk recht. We kijken dan naar de Rome-verordening. Mm-hmm. En dat is dan de opvolger van het EVO-verdrag. Even voor degenen die niet helemaal in het IPR thuis zijn. Heel goed. Ja. En heel grof gezegd, er is een vrijheid voor partijen bij een arbeidsovereenkomst om een keuze, rechtskeuze te maken. En als je dat niet doet, dan staat er een heel riedeltje van regels in die verordening. En die zegt eigenlijk, dan moet je kijken naar eerst de plaats waar de werknemer werkt. Of hoofdzakelijk werkt. En dan kijk je naar het recht van dat land. Nou, is logisch. Als je dat niet kan vinden, die vind ik minder logisch. Dan kijk je naar de plaats, het recht van de plaats waar de werknemer in dienst is genomen. Even heel gezegd. En bij beide stapjes mag je zeggen, als partijen of als rechter, ik vind eigenlijk dat deze casus het meeste aanknopingspunt heeft in een heel ander land. Hè? Dus veel mensen denken het is A, B, C. Als je A niet kan vinden, dan B en dan C. Maar zo is het niet. Je moet een heleboel jurisprudentie van het Europees Hof, laatste jaren en laatste decennia, je moet eigenlijk vinden het recht van het land waar de werknemer werkt. Dat vind ik logisch. Hè? Waar die werkt, dat recht zou van toepassing moeten zijn. Daar moet je zoveel mogelijk bij blijven. Je moet niet, als het kan, niet naar het tweede stapje. Ik zei al, die vind ik ook vreemd, waar iemand toevallig in dienst is genomen, dat recht van dat land van toepassing kan zijn. En ik vind het heel oké dat we hebben gezegd, door de jaren heen in de jurisprudentie, als het nou zo is dat een casus los hiervan veel meer aanhakingspunten heeft met weer een ander land, dan pak je dat. Dat is heel logisch. Daar is die werknemer dan in beschermd. Maar nou komt het verhaal, en dat is eigenlijk al zo geweest, maar dit is eigenlijk door een uitspraak vorig jaar, de Gruber Logistics, is dit eigenlijk onder een vergrootglas komen te liggen. En ik had jou er al een vraag over gesteld een tijdje geleden, van hoe ga je nou praktisch mee om. En daar zegt de rechter, allemaal leuk, rechtskeuze. En als je die niet maakt, dan gaan we met z'n allen even kijken welk recht van toepassing is. Maar er staat een regel, en dat stond ook al in de voorganger van Rome-verordening, in het EVO-verdrag, 1980. Overigens pas in begin 1990 jaren in Nederland in werking getreden. Daar staat, een rechtskeuze mag, maar de werknemer verliest niet de bescherming
Van de dwingend rechtbepalingen van het recht van het land dat anders van toepassing zou zijn geweest. Ja. Zonder die rechtskeuze. Ja. Hebben we allemaal jaren mee geleefd, weten we allemaal. Zijn wat mij betreft geen grote problemen uit voortgevloeid. Daar kom ik zo nog even op. Maar nu heeft de rechter in die Grobe Logistics, een hele simpele casus, vrachtwagenchauffeurs. En die uit mijn hoofd Oostenrijk en Italië, kan ook Duitsland en Italië zijn, toepasselijk recht. Ja. Maar die zeggen, ja, maar wij werken eigenlijk in een heel ander land. Dus ik doe beroep op minimumloon, dwingend, mm-hmm. Dat is dwingend bepaling, ja. Van dat land. Nou, en daar heeft de rechter, het Europese Hof, gezegd, luister, niet alleen leg ik even vestig ik de aandacht op die regel, dat je dus niet de bescherming verliest van de bepalingen, dwingende bepaling van het land, van het recht, anders recht van het land wat anders van toepassing zou zijn. Maar, letterlijk, zegt dat Hof, het is zo, rechters en partijen bij een arbeidsovereenkomst, hè, rechters in alle landen, van alle Europese landen, en partijen bij een arbeidsovereenkomst. Wat je eigenlijk moet doen als rechter, omdat dit zo is, moet je als je een zaak voor je krijgt en er is een geldige rechtskeuze, moet je eigenlijk ook het objectief toepasselijk recht bepalen. Dus als er geen rechtskeuze was gemaakt, dan moet je gaan kijken. Wat zijn die dwingend rechtelijke onderdelen daarvan? Wat is het? Boek 10, artikel 2? Daar staat het letterlijk in dat de Nederlandse rechter moet het IPR toepassen. IPR is Nederlands recht. Ja. Maar ook het recht van het land waar IPR-regels naar verwijzen. Dus dan moet je dus een vergelijking maken, want immers, die werknemer heeft recht op de bescherming van de dwingende bepalingen van dat andere rechtsstelsel. Dus dat moet je gaan bekijken en dan moet je gaan vergelijken. Helaas zegt het Hof niet wat je dan moet vergelijken. Moet je hele rechtsstelsels vergelijken? Moet je hele beschermende rechtsstelsels voor de werknemer vergelijken? Of moet je een betreffende bepaling vergelijken? Of groepjes van bepalingen. Of groepjes van bepalingen. Dat zegt in de bepalingen in de context. Ja. Ja. En nou is het gekke, en dan vind ik het ook zo leuk dat Herman hier aan tafel zit. Het gekke is, er is een artikel geschreven door Henkel. Hè? Ja, mevrouw Henkel. Uitstekend artikel. Twee artikelen over dit onderwerp. En over die één voor de uitspraak, één daarna. En die heeft allerlei uitspraken ook onderzocht. En wat blijkt, Nederlandse rechters gaan er heel pragmatisch mee om. Ja, gelukkig wel. En ja, gelukkig wel. Voor ons ook. En dat er eigenlijk een beperkt aantal uitspraken zijn, toch? Best wel veel uitspraken. Alleen daar blijkt uit dat er heel vaak staat, Nederlands recht is van toepassing. Dwingende bepaling van Nederlands recht. En dat was dan vaak ook het land waar een werknemer werkt. Dus dan had je rechtskeuze en land waar. Dus aan die vergelijking kwam men dan niet toe. Mm-hmm. Dus nou ja, het is lastig om te zeggen wat er met al die zaken is gebeurd door de jaren heen. Maar nu wordt er wel echt gezegd door het Europees Hof, je moet dat dus gaan vergelijken. Dus ik ben heel benieuwd wat gaat er gebeuren. Maar eigenlijk was het toch al zo? Het was zo, dat is het gekke. Het was zo. Alleen is inderdaad de interessante vraag van, wat ga je vergelijken? Een beëindigingsvergoeding met een beëindigingsvergoeding? De systematiek van het ontslag. Ontslagbescherming per in Indonesië en in Nederland. En de vraag is, wie gaat het doen? En wie gaat het doen? Dat is dan weer een vervolgvraag. Internationaal Juridisch Instituut. Ja, maar wie gaat het betalen? Ja. De rechter kan natuurlijk verordeneren van, er moet een deskundige rapport worden. Maar ik vind het zo interessant, jij procedeert ook internationaal, weet ik. Jij doet dan althans die zaken. Herman, jij hebt die zaken. Wat de meest praktische oplossing vaak is. Kijk, sommige bepalingen die worden ingeroepen. Zeker de oude 685 was de werknemerbeschermende bepaling. Hè. Je mag niet alle opzegbepalingen, zou je bijna alle opzegbepalingen zijn. Nederland is veel arbeidsgedwongen. Ja. En het is behoorlijk dwingend rechtelijk. Ja. Dus als jij dat Nederlands recht op de een of andere manier maar in dat dossier kan fietsen als het vergelijkingsrecht, dan hoef je eigenlijk niet meer te weten wat er in dat andere land precies in het recht staat. Dat gebeurde. Want in het Nederlands recht is duidelijk dat het een dwingend rechtelijke. Dus ook al is die rechtskeuze voor, ik heb één keer gehad, een ontslag naar het recht van het Hashemitische Koninkrijk Jordanië. Ik dacht, nou jongens, dat gaat toch even duren voordat we dat is ook niet heel aannemelijk dat meer bescherming heeft. Nee, maar dat is precies ook wat er is gebeurd, Eugenie. Ja. We hebben er zit in gezegd. Ja. Het gaat even. Ik vrees dat het toch even gaat duren voordat ik erachter ben. Hè, want ik moet het toepassen. Ja. Hoe dat recht precies luidt in Jordanië. Maar ik denk dat ik wel tot de conclusie daarna ga komen. Het zou zomaar kunnen.
dat ik toch dat Nederlands dwingend recht moet gaan toevoegen. Maar je zou ook... Nederland is vaak een hoog beschermingsniveau. Hè? Dus misschien is dat wel de Je kunt ook bijvoorbeeld een situatie hebben waar het recht dat van toepassing zou zijn bij gebreken van arbeidsovereenkomst Duits recht is. Ja. En dan kan dat in sommige gevallen wel meer bescherming bieden nog. Dus maar de vraag... Vandaar de vraag... Ja. Want die werknemer weet dit allemaal niet, hè? Want er is nog wat anders. Je kunt vaak van tevoren, als je een arbeidsovereenkomst sluit, dat zijn we toch met elkaar eens. Een werknemer tekent die overeenkomst, die gaat toch niet kijken wat er staat over rechtskeuze. Dus vaak heb je rechtskeuze. Weet die werknemer veel dat hij een mogelijkheid heeft om te onderzoeken of er misschien een ander rechtsstelsel is waar die beter beschermd is? Nee, maar dan is het... Dan is het de vraag van hoe komt hij aan die kennis? Nou, wij hadden al even... Ja, ombudsman. Overleg. Ombudsman. Of je niet een soort... Ja, je kunt natuurlijk van alles bedenken. Maar uiteindelijk is natuurlijk die hele regeling met het toepasselijk recht, bevoegde rechter, die systematiek, is gebouwd rond het principe van hoe maken we het voor de werknemer zo makkelijk mogelijk om zijn recht te halen. Hè? Dicht bij huis. De rechten van je woonplaats. Hè? Dat procederen. Hè? Ja. Of hè, waar je werkzaamheden gewoonlijk verricht. Nou, dat gaat in hand met beschermende bepalingen. En zo is het cirkeltje rond. Maar de vraag is volgens van inderdaad, hoe weet zo'n werknemer dat? Hoe komt hij erachter? Je moet de rechter ambtshalve toepassen. Hè? De rechtsmachtbepaling moet ambtshalve. Ja, maar dat... De rechtsmacht, maar dan vervolgens... Ja. Maar de vergelijking. Ja, wil je gewoon even de bal in het doel schieten, dan moet je toch even je werk doen. Als advocaat dan. Nou, dan niet iedereen is even goed thuis op dat gebied. Ik vind het een waanzinnig leuk onderwerp altijd. Dat is altijd zo geweest. Dus ik vind het ook leuk om dat te volgen. Maar dat is natuurlijk... Niet bij iedereen zo. Dus je bent als werknemer veel kosten kwijt. Ja, en als je dat doet. Maar kijk, dat is het interessante van de WWZ. Want onder de oude 685 als dominante bepaling in het ontslagrecht, was het natuurlijk zo dat de werkgever was de verzoekende partij. Dus die moest als eerste gaan uitzoeken welke rechter heeft rechtsmacht. En dan vervolgens moet ik iets stellen over toepasselijk recht. Ja, maar het punt is dat in de meeste... Maar na de WWZ is natuurlijk de procedure start... Kan anders zijn. Verlegd in grote lijnen naar de werknemer. Ja, uitgaande van de Nederlandse situatie. Maar heel veel jurisprudentie, corrigeer me als je het anders ziet, gaat over zaken waarin de arbeidsovereenkomst wordt de rechtskeuze voor Luxemburgs recht. Hè? Dat zijn heel veel zaken die over gaat. Veel vrachtwagenchauffeurs, daar gaat heel veel over transport. En dat zijn dan mensen die met name in Duitsland werken, bijvoorbeeld of in Nederland of wat dan ook. Die worden dan de arbeidsovereenkomst, daarmee wordt opgezegd conform het recht van Luxemburg. Kennelijk kan dat ook. Ja. Ja. Vervolgens zeggen die mensen in Duitsland van nee, ik ben eigenlijk, is het dwingende beschermde Duitse recht, is Duits. En op basis daarvan claim ik dat die arbeidsovereenkomst A niet is beëindigd en B, als die al wordt beëindigd, dat mijn aanspraak X is. En vervolgens komt dan daar komen we zo nog aan bij die vergelijking. Maar dat, ik denk dat vanuit Nederland is het in wezen voor werknemers een betrekkelijk warm bad. Ja. Want daar kun je, dat gaat wel goed. Maar het punt is dat het vaak de andere kant op gaat in de praktijk. En dan wordt er gewoon opgezegd. En dan zegt een werkgever, je krijgt niks meer. Dan moet een werknemer naar een rechter gaan. Ja. En die moet dan eerst uitvogelen welke rechter gaat mij ontvangen, hè? Ja. De processtukken inrichten, dus dan verschuiven die kosten. Ja, precies. Dus de vraag is even vervolgens, maar dat is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld terrein. Van, zou je nou ook tot een systeem kunnen komen dat je, net zoals je als werkgever je werknemer moet informeren over andere zaken die de arbeidsovereenkomst aangaan, dat je ook op een gegeven moment, maar dat is natuurlijk een beetje een dynamisch model zo gaandeweg, een soort informatieloket hebt, bij wijze van spreken, kan dat extern zijn. Wat betekent de rechtskeuze voor Luxemburg recht voor mij? Ja, maar dat is wel lastig, want dat zou je dan moeten. Want je kan dat pas eigenlijk bepalen aan het eind van de arbeidsovereenkomst. Exact. Net zo goed als de vraag bij de ZZP'er, die claimt altijd aan het eind een arbeidsovereenkomst.
Tenminste, in een aantal gevallen, ook in die internationale situatie. Dus een hele tijd weet je het niet. En vervolgens moet dan aan het eind van de rit bepaald worden wat de aard van de overeenkomst is. Maar er is nog iets geks, want jij zei net iets wat dit mijn opmerking nu triggert. Als je geen rechtskeuze hebt, hè, je moet bepalen aan de hand van de regels van Rome 1, artikel 8, welk recht van toepassing is. Dan zegt de jurisprudentie en die uitleg van die regels zegt, je moet komen bij het recht van het land waar de werknemer werkt. Hè? Gewoonlijk werkt, oké? Okay? Dat snappen we allemaal. In die Grube Logistikzaak is een sinds 1980 bestaand dilemma opgelost. En dat was die regel waar we het net over hadden. Hè? Dat de werknemer nooit bij een rechtskeuze de bescherming verliest van de dwingende bepalingen van het recht van het land wat anders van toepassing zou zijn geweest. Het objectief toepasselijk recht. Daar was een dilemma en dat was eigenlijk Strikwerda aangeven de Hoge Raad voorheen, tegen de rest van de wereld, noem ik het maar even. En daar is nu in die Grube Logistikzaak duidelijkheid gegeven, tot op zekere hoogte, dat we tegen Strikwerda, dus we zeggen, we gaan wat iedereen al dacht. Want de vraag was, is het nou zo dat je, dat als het objectief toepasselijk recht gunstiger is voor de werknemer, dat dat ook gewoon van toepassing is? Of is het, die discussie heb jij geloof ik ook gelezen in het artikel. Want wat betekent dat nou, dat je bescherming niet verliest onder dat objectief toepasselijk recht? Is dat dan helemaal van toepassing of is dat alleen van toepassing voor zover het gunstiger is voor de werknemer? Grube Logistics zegt nu alleen als het gunstiger is voor de werknemer. Dat betekent dus dat de werknemer kan cherrypicken. Cherrypicking, ja. Ja. En het gekke is, hou hem even vast, bij de rechtskeuze, in dit geval zeggen we dus, alleen als het gunstiger is voor de werknemer. Maar als er geen rechtskeuze is, dan zeggen we niet gunstiger voor de werknemer, maar dan zeggen we het land waar de werknemer gewoonlijk werkt. Dat zijn twee verschillende uitgangspunten. Vandaar ook, ja, maar snapt die dan werknemer is er geen rechtskeuze. Maar is het niet nee, zo dat... Waarom? Ja. Het zijn twee verschillende aanhakingspunten. Maar ook voor Grube Logistics was het toch al zo dat de afwijking van de geldige rechtskeuze voor ander recht alleen maar betrekking had op die bepalingen die de werknemer beter beschermde en dwingend rechtelijk waren. Nou, dat was de heersende leer. Maar dat is nu eindelijk gezegd, dus we hebben de heersende leer. Ja, nee, maar dat was de heersende leer in Nederland. Hè? Ja, oké, okay, jij zegt in andere landen. Nou, daar was het als je veel al nou, ook, maar dat was niet duidelijk. Ja, nee, okay. Nee, maar dat volgens mij stond in de, is een van die overwegingen, de uitspraak ook, dat wordt gezegd dat. Ik denk dat in het artikel van Henkel stond, die zegt in Nederland was dat al de heersende leer, maar de vraag is of dat overal zo is. Maar de letterlijke tekst van de bepaling luidt toch dat. Dat is ook een argument om die leer aan te hangen. Ja, precies. Dat bepaling het niet ging over bepalingen. Het gaat niet over de bescherming verliest van de dwingende bepalingen. Ja. Maar nu terug moet je het zo letterlijk nemen? Ja, jij bent liever wel. Naar de letter van de wet. Maar kijk, als dan kun je wel, en dat schetst Henkel ook in haar artikel, de vraag, dan krijg je cherrypicking, hè, dus dat je een enorm... Maar desondanks. Inderdaad, dat je de beëindiging onder het ene recht krijgt, de vergoeding onder het andere recht. Wel op zich, elk rechtsstelsel, en zij signaleert het ook goed, dat er zit natuurlijk een zekere dynamiek in. Ja, maar dat is nu ook al toegestaan bij depassage. Je kan nu ook zeggen, partij bij de arbeidsovereenkomst, weet je wat, dat onderdeel doen we naar dat recht, dat doen we naar dat recht. Ja, maar dan kom je het overeen. Ja, dan kom je het overeen. Maar ik bedoel, daar was het probleem dat de rechter zich gesteld ziet voor verschillende systemen, cherrypicking, dat is daar ook al. Ja, nee, maar dat cherrypicking, en dan even los van de vraag hoe dat uitpakt, hè, want volgens mij in Gruber wordt er nog niet iets gezegd over de vraag hoe je dat moet doen. Nee, niks. Dus dat weten we nog steeds dat niet. Wordt Gruber 2, denk ik, of 3 misschien wel. En want dat is natuurlijk eigenlijk de vraag waar het toch om gaat, die we beantwoord willen zien. Nou, ik vind eigenlijk de vraag, en daarom ben ik zo geïnteresseerd in hoe rechters dat in de praktijk hebben opgelost. Ik weet eigenlijk niet of je moet zeggen, nou, dan gaan we eens kijken wat het Europees Hof doet. Verder, met wat moet je nou vergelijken? Volgens mij kom je daar voorlopig ook helemaal niet uit. Maar misschien is de schade tot nu toe dat we dat niet hebben gedaan helemaal niet zo groot. Dat is even, ik kan het niet uitzoeken, maar... Vanuit Nederlands perspectief? Nou, misschien vanuit Europees, of vanuit Nederlands perspectief. Als ik het rechters vraag, zeggen ze, nou, dat lossen we heel pragmatisch op. Weet je wat mijn ervaring daarmee is? Dat vraagstukken van internationale rechtsmacht en soms ook toepasselijk recht, maar ietsje minder, die ontdek je vaak zelf. Komen advocaten lang niet altijd mee. Nee.
Die rechtsmachtvraag, die is de eerste vraag die de eerste vraag die ik me moet stellen, hè? Ook in hoger beroep, zegt de Hoge Raad. Maar die is heel vaak helemaal niet aan de orde gesteld. Nee. Ik heb meegemaakt dat ik op zitting erachter kwam dat ik geen rechtsmacht had. Misschien kunt u beter even de gang op gaan en kijken of u hier nog consequenties aan wilt verbinden. Toen werd het eens en toen kozen ze voor een vormkeuze daarna mocht. Met een dubbele vergoeding. Na het ontstaan van het verschil. Precies. Dat is een hele pragmatische oplossing. Ja, maar vandaar dat maar moet het wel eens worden, hè? Ik weet niet, kijk, de stelling is, de vraag is het voldoende duidelijk voor werknemer? Nou, volgens mij in de praktijk niet. Die is er niet mee bezig, die tekent die arbeidsovereenkomst. Maar de werkgever vaak ook niet. En dan de vervolgvraag is het nou zo schadelijk dat rechters een pragmatische oplossing kiezen? Ik vind die oplossing die jij net schetst, vind ik ook prima. Ja. Nee, maar ik werd geconfronteerd in die zaak met een mogelijke verwijzing naar een industrial court ergens in Engeland. Nou, dan moet je ik weet niet of je daar een barrister voor moet inschakelen. Het zou zomaar kunnen. Moet je vooruit betalen. Daarom. Ik heb een andere zaak meegemaakt. Dan moest verwezen worden naar een of ander gerecht ergens in Italië. En daar was al wel duidelijk van dat die procedure daar 7-9 zou gaan duren. Mm. Nou ja, dat is ook niet erg aantrekkelijk. Dus je maakt het dan wel. Maar het is wel gewicht dat op de weegschaal meteen. Nee, maar kijk, bij de hoogte van de vergoeding flink gaat meetellen. Maar inderdaad, de pragmatische voorstel dat je doet, voegen de rechter gewoon even overeenkomen hierbij na het ontstaan van het geschil, dat mag. Ja, dat is natuurlijk prima en als partijen zich daarvoor lenen ook goed, maar soms is het strategisch handig om te zeggen, het gaat tegen een prijs, dat bedoel ik. Ja, exact. Ja. Dus dat, maar goed, weet je, dit onderwerp, dit een tijdsbestek van 20 minuten is echt veel te kort, blijkt maar weer. Ik vind het waanzinnig interessant. Want maar de vraag blijft denk ik gewoon... De vraag blijft, moeten we niet eens nadenken met z'n allen, misschien is dat over de vraag van hoe wordt nou daadwerkelijk een werknemer gefaciliteerd? Bij de vraag van waar moet waar ik naartoe? Waar haal je je gunstigste rechten eigenlijk? Even met in het achterhoofd de hele achtergrond achter de verordening en Rome 1. Bescherming werknemer. Hoort daar niet nog een volgende stap bij die nog bedacht moet worden? Meer in de informatie. Is een rechtskeuze geldig als hij gaat voor het recht van een failed state? Een failed state? Wat bedoel je? Een staat waar eigenlijk geen rechtsorde meer heerst, hè? Ik bedoel, er zijn een paar landen... Je mag van alles kiezen, maar ik heb niet gekeken of je dat... Venezolaans recht, bijvoorbeeld? Mij wel. Oh, nee, maar je hebt volgens mij wel. Als er maar een zekere connectie is. Ja. Oh ja, maar jij zegt net, hoeft niet eens. Nee, maar dat is toch al na die arrest? Nee, je mag Chinees recht als niks mee te maken heeft. Maar hebben we ook het rechtssysteem of de het rechts... toepasselijk recht. Is interessant, ja. Want wat is... Maar hoe ga je dat ook... als werknemer opvragen. Ja, maar dan kom je bij zo'n veel tenzij het meer connectie heeft bij dan met een ander land. Ik denk dat als je ik vind het moeilijk om te bedenken, maar dan kijk die tweede stap van die werkgever. Je hebt al gekut, hè, maar we zetten het nog even door. Ja. Maar die optie van niet één land, maar waar de werkgever je heeft aangenomen. Hè? Die kan ik nog wel volgen bij van die internationale ingenieurs en onderhoudsmensen die dan all over the world worden opgeroepen. Ja, of wielrenners. Rasmussen Rabobank, ken je die nog? Die wielrenners zijn nooit thuis. Maar ik weet niet, die vallen... Ook allemaal rechtskeuze. En vormkeuze ook. Maar die was dan niet geldig, hè? Nee, ik wou net zeggen, ja. Het voordeel is, als je vanuit Nederland gaat zitten, dan zit er nog een zekere beschaving hier, waardoor er wordt gedacht door de rechterlijke macht in lijn met de gedachte achter de regels. Ja, toch? Ja. Els, Herman, dank voor jullie aanwezigheid hier. Het was... heerlijk eigenlijk om zo even met elkaar in debat te kunnen gaan op een willekeurig door de weekse dag in een prachtig restaurant hier in Etten-Leur, Tilia. Dank aan de Academie voor de Rechtspraktijk voor het faciliteren hiervan. Ik hoop dat het voor iedereen boeiend is. Ik denk dat wij het enorm naar ons zin hebben gehad. Zeker. Ik hoop dat het weer veel inspiratie biedt
voor anderen om verder na te denken over de onderwerpen die we hebben besproken. Dankjewel.